is vandaag zaterdag en super leuk dat je kijkt naar deze weekvlog. We gaan beginnen met, het is bijna herfst of het is herfst en bijna het begint winter te worden helaas. En niet heel leuk, maar het is zo. Mijn moeder en ik gaan naar IJsselon en dan gaan we lekker ijsje halen. Want wij hebben zin in een ijsje. Ja, het begon gisteren. We begonnen met de oliebollenkraam. Mijn moeder zag de oliebollenkraam en dacht... Het wordt winter en kerst. Het wordt winter en kerst. En mijn moeder zat nog in haar hoofd dat het januari, begin 2019 was. Terwijl de rest van heel Nederland, die was al bezig met begin 2020. Dus toen dacht mijn moeder, ik ben dit jaar maar één keer naar de IJsselon in Maassluis geweest. Dus hebben we gisteren een ijsje gehaald. Vandaag is het nu ineens 21 graden. Toen zei ik tegen moeder, maar wil je een ijsje? Ze zei, nee, we kunnen misschien wel een ijsje halen. Toen zei ik, oké, dan gooien we die teller omhoog. En is het de derde keer voor ons dit jaar dan. Oh, we zijn weer terug. Ik heb hier een pistache vanille ijsje. Mijn moeder, die kan je waarschijnlijk niet heel goed verstaan. Dus je moet even iets harder praten. Wat heb jij? Oh nee. Ik praat zo met crunch en karamel. Met slagroom, met een lepeltje. Dus wij gaan het even lekker op eten. Ik had eerst bedacht dat ik dressuur ging doen, serieus ook vandaag. Maar ja, het is zo mooi weer. Dus toen had ik bedacht dat ik daar eigenlijk niet zo zin in heb. Dus dat we gewoon lekker naar buiten gaan met z'n tweeën. Want Tess heeft zo meteen een F6 proefje. Dus ja. Stiekem een beetje spijbelen, want we hebben de hele week... Ja, wel, we hebben gesprongen natuurlijk. En wat hebben we meer gedaan, buiten gereden. Ja, volgens mij was dat het wel. Toch een knap paard. Hè? Gewoon hard. Tenminste, niet hard. Ze loopt niet door. Maar ze loopt toch gewoon, hè? Die oude dippes van me. Je bent knap. Het knapste paard van Nederland. Echt waar. Iemand heeft bedacht dat het een goed idee is om daar een vlag neer te zetten. Bij een manege. Allemaal paarden langs moeten. Er zijn natuurlijk paarden die daar geen last van hebben. Maar het is toch wel erg eng met zo'n dingetje. Vroon zegt ook, ik ga niet. Nou ja, we zullen zien of we er langs komen. Nou, we zijn in ieder geval een stuk dichterbij nu. Ja, nu is het wel het allermoeilijkste stuk, want nu moeten we echt langs die vlag. Het is van de sportvisserij. Volgende keer misschien bij de kant erin steken, sportvisserij. Dat zou ik in ieder geval enorm waarderen. Nou, dat was lief. De mensen van de sportvisserij hebben even vrouw bij de teugel genomen en langs het tentje geleid. Dus we zijn nu weer op pad. Hartstikke fijn. Het is toch de draafste na 4 jaar. We hebben nu al een paar buitenritjes samen gedaan, zonder de pony erbij. Maar ik ben toch elke keer weer super trots op mijn paardje dat ze het gewoon doet. Omdat ze zoveel overwonnen heeft. Knap beest. Vroon heeft besloten dat het hier spannend is. Maria en Reiger. Vroon die het spannend vindt. Ik zie niks. Jullie? Dan gaan we verder, hoop ik. Moeilijk stukje gehad. Een stukje schaduw boven op een paal. Ik heb geen idee. Maar toen wilden ze helemaal niks meer, dus toen moest ik een tijdje rijden en niet filmen. En nu zijn we weer op weg. We zijn al bijna bij de lus, dus een stukje teruggelokkeren. En dan zijn we weer thuis. Want terugweg gaat altijd heel snel. Ik vind het wel echt het meest gaaf wat er is voor jongens buiten rijden. Gewoon zo in mijn uppie. Ik vind het ook heerlijk met Tess. Ik vind het fantastisch. Ik vind het ook heerlijk met andere mensen. Maar toch, als je dan helemaal alleen door de natuur kan, op je paard. Dat is toch wel een hele speciale, bijzondere ervaring altijd. Ik kan er altijd optimaal van genieten met dit weer. Mooier wordt het niet, jongens. Echt niet. Wat ik al zei, in een paar minuten zijn we ook weer terug. Ik heb lekker de hele weg teruggegalopeerd. Tess heeft proefje zo meteen. Daar maak ik even een aparte video van. Omdat het de allereerste wedstrijd is met Blondie in de F6. Het enige doel is om de proef rond te rijden. Zonder geïrriteerd te raken of wat dan ook. En Blondie vooral een heel fijn gevoel te geven. En voor de rest zijn er geen doelen. Zelfs niet op de wedstrijd of zo. Dus ik ben benieuwd of ze het kan. En als ze geïrriteerd of gefrustreerd of wat dan ook is. Voor de proef gaan we de proef gewoon niet in. Dus nou. Dit was de zaterdag voor de weekvlog. Oh, zondag is het, zondag. En het proefje zien jullie dus morgen. Het is vandaag dinsdag en ik ben bij Blondie. Vandaag gaan we rijden of gaan we op buitenrit? Nee, ik heb de afgelopen tijd te veel buitenritten gemaakt. Ik ga nu een keer gewoon in de bakken rijden. Ik ga oefenen. Met wat? Dressuur. Nou ja, ik ga een poging doen tot.
Jij moest oefenen van Stephanie met overhangen, toch? Klopt. Dus dat gaan we dan toch gewoon doen? Ja, en wat voor dressuur ga jij? Ik weet niet. Ik weet niet. Hebben jullie wel eens last van kerstblues? Ja, een beetje een vreemd verhaal, maar ik heb altijd last van in oktober. Het is nog niet eens oktober, het is pas september. Maar dat is dat moment van het jaar waarop je je ongeveer realiseert dat het jaar bijna voorbij is. Laatste jaren had ik er helemaal geen last van. Oh, ik moet even Vroon redden. Dan was ik zo druk met andere dingen bezig en had ik al zoveel bedacht wat ik met kerst ging doen, dat ik er vooral naar uitkeek. Dit jaar niet. Dit jaar heb ik het ook druk, maar heb ik dus ook niks met kerst nog gedaan. En ineens zag ik de oliebollenkraam en sindsdien heb ik al 3 keer een ijsje gehaald. Om de zomer maar vast te houden. Niks voor mij, want ik eet gewoon eigenlijk geen suiker en geen koolhydraten. Omdat ik dat, omdat ik daar dik van word, zo simpel is het. En nu deze, nou niet deze week, maar de afgelopen anderhalve week, 3 keer ijsje. Dus, nou maar hieronder weten of jullie ook last hebben van kerstblues. Of misschien einde zomerblues, of ik wil niet dat het winter wordt blues. Terwijl ik wel van kou hou en van sneeuw en dat soort dingen. Dus, ik weet het niet, Roon. Het is een beetje gek, ja. Maar ja, we doen het er maar mee. We zijn aan het filmen voor onze nieuwe trailer. En er moest geknuffeld worden en Blondie vindt het allemaal prima. Maar ze vindt het ook een beetje gek. Ja, dan krijgen ze een YouTube-pony bent, Blondie. Oh, nu zegt ze dag, geen zin meer. Oh, paard. Ja. We waren in het centrum van de sluis om een stukje van onze kanaaltrailer op te nemen. Toen zei Kim... Kijk, wat daar in de sloot ligt. Nou, laat zien Kim. Wat ligt daar in de sloot? Dan moet je wel draaien. Dan moet je wel draaien. Dat zie je. Tadaa! Eenhoorn! Een unicorn. Dan moet ik niet in de sloot donderen. Nou, dat is toch te geinig, jongens. Zomaar in de sloot bij mijn sluis. Goed, we gaan nu weer naar stal en dan gaan we even een video opnemen, ja? Ja. Ja. We hebben net de laatste beelden opgenomen voor de kaneeltrailer. Niet kaneel, maar de kanaaltrailer. Dat was super leuk. Alleen ik was zo nieuwsgierig hoe het dan allemaal bij elkaar zou zijn. Dat ik toch even heen en weer gereden ben van de manege naar huis. Om het alvast te editen. En toen heb ik Tess onder Kim haar hoede gelaten. Met de vraag dat als ze eraf zou vallen of ze mij zou bellen. Toen zei Kim, nou weet je wat, dan film ik eerst en bel ik daarna. Ik zei, nou dat is prima. Dus toen kreeg ik deze video. Dus niet eraf vallen. Nee. Oh nee. Oh nee. Dat dus, kindjes. Ja, wel leuk. Oké, er komt een hele grote auto. Oh, gaat al opzij, dat is fijn. Jeetje. Ik snap niet dat mensen zo'n grote auto nemen. Ja, ik snap het wel, maar het was niet erg in de woonwijk. Ik heb springles. Tess heeft met Kim en mij net gereden. Alleen ik heb heel kort gereden omdat we die beelden dus wilden. Moesten we met z'n drieën galopperen. Was lichtelijk drama. Zal ik ook even laten zien. Kijk, Bochtenroom. Drama. Niet lichtelijk drama, maar het was niet heel makkelijk, want wij doen niet met z'n allen carousel of zo. Dus dat was ook wel even een dingetje, maar het is gelukt. Ja, ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal van die kanaaltrailer vinden. Ik denk dat hij al klaar is, want deze video komt later online dan, hoe heet het? Dan de kanaaltrailer. Dus dan zal ik hem even linken, dan kunnen jullie even kijken. Jullie kennen Alice vast nog wel. Alice is altijd een beetje enthousiast. Want Alice, wat hebben we voor jou? We hebben van Ecostaal hebben wij maag en darm gekregen voor honden. Want buiten dat ze iets voor paarden hebben, hebben ze ook van alles voor honden.
Alice die mag het gaan testen. Waarom Alice? Alice die heeft nogal last van haar darmen eigenlijk en haar maag eigenlijk altijd al. Sinds we haar hebben, ze is nu 6 ruim. We hebben haar vanaf puppy. Dus toen ze 6 was, oh ga je liggen, dat mag ook. Toen ze 6 was, toen... Kom maar even zo liggen, dan zien ze je wat beter. Zo, ja, dat is goed. We hebben haar sinds dat ze 6... Oh, nee. We hebben haar vanaf dat ze 10 weken is, geloof ik. 10 weken was je? Denk het. En vanaf het begin af aan heeft ze eigenlijk al een beetje last van de maag en darmen gehad. Maar inmiddels weten we hoe we daarmee om moeten gaan. Niet te veel rotzooi geven, dat soort grappen. En nu wordt ze een beetje ouder, want kletcoats worden helaas niet zo heel oud. Nee, je wordt niet zo heel oud. We worden meestal tussen de 8 en 10 jaar, dus ze is wel een beetje bejaard aan het worden. En Ecostyle die vertelde mij dat ze ook hondenproducten hebben. Ja, ja. En waaronder maag-darm. Ik weet niet of het ook balans heet, net als bij de paarden. Zat er niet op. Maag-darm zat er alleen. En ze hebben ook, wist je dat? Blik voor. Ja. Lijkt het je wat? Dus dat gaan we testen met ons Alice'je. En dan gaan jullie horen hoe dat bevalt en of dat bevalt. Hoe is dat nou, YouTube-hond zijn? Kan je wel, hè? Ja, dat kan je wel. Ze wil altijd zo graag likken. Ze wil altijd zoveel liefde geven. Ja, je bent braaf, hè? Ja. Goed zo. Kom, zullen we dit gaan proeven? Ja, denk je? We gaan het wel even proeven gelijk. Anders is het zo lullig. Blikje voor je neus, je mag niks. Oké, kom, we gaan het proeven. Ik heb voor jou een blik. Ja. Gaan we het openmaken, ja? Denk je ervan? Ga je dat lusten? Alice is al in haar bakje bezig. Zo. Ik ga even op het bakje richten. Dat is misschien wat handiger. Hier hebben we het blikje. Even kijken. Oh, moet ik helemaal zo. Blikje. Bakje. Zo. Ik denk dat ik er maar gewoon afhaal. Oh, dat gaat niet. Dat gaat wel, maar nu even niet. Zo. Dan doe ik het erin. Alice is wel opgevoed, want ze blijft netjes aan de zijkant. Ik denk dat dit genoeg is. We gaan even kijken of ze het lust. Alice? Ga maar. Ik denk dat ze het lust. Zo, Blondie staat erin. Ik ben er niet heel goed in, daarom doet mijn moeder het. Doe je? Zo. Dat moet je niet doen. Oh, oké. Okay. Dan maak je dingen alleen maar spannend. Zo, we zijn met de boer ontroer daar. We zijn op weg naar de Arkelhoeve. We moeten nog 11 minuutjes. Het is echt volgens mij 17 minuten heen, 17 minuten terug. Dus echt heel kort. We can do better. Tu. Kan die? Ja. Oké, komt die. Heb je ook de voorkant open gedaan? Nog niet. En daar gaat de schoonheid. Kom maar mee. Ja. Kom maar, juf. Kom maar. Je kan het, juf. Kom maar, juf. Ja. Hallo, juffie. We hebben gevonden. Ze geeft geen antwoord, ze snapt het nog niet. Ze is nog niet een echte YouTuber. Nee, dit is Danielle Kok. Hoi. En jij bent? Ik ben? Juf. Ik ben juf. Echt wel. Juf in de wat? Juf in paardrijden. Nou, kennen jullie Stephanie al? Dat is haar zus. Die is al wat meer afgericht, zus. Zeg maar, op YouTube. Ja. Jij moet nog een beetje wennen, hè? Zeker wel. Ja, je vindt het nog een beetje spannend af en toe. Ja. Ze maakt wel hele leuke video's waarin ze op een stoel gaat liggen omdat ze niet zoveel zin heeft om iets te doen. Nee, graag lui. Liever lui als moe. Ga ik die opdoen of niet? Wat zeg je? Ga ik die opdoen of niet? Oh ja, dat mag hoor. Kunnen we alles van je horen. Ik vind je heel lief, maar je staat echt heel erg in de weg. Echt in de weg. Ja, maar daar hou ik van, in de weg staan. En het is voor YouTube, schat. Nog 1 seconde. Ja. Nee. Oh, we doen mama een hoofdstel in. Oh, ik heb er ook 1. 2 hoofdstellen. Ja. Moeder staat in de weg. Dus. Oké.
bedankt. Fijn. Ik ga de microfoon aan de juf geven. En dan kunnen jullie de lessen een beetje volgen, denk ik. Oké. Okay. Waar gaan we aan werken vandaag? Dat kan. Dat kan zeker. En wat zei je? Ja. Hey, en ik had was dat de vlog van vorige week of die van de week daarvoor? Had ik gezien dat je zei dat je een beetje dat je vertrouwen een beetje miste? Ja. En want je zei soms ook, denk ik, dat andere mensen beter zijn, zei je natuurlijk. Maar zijn dat vooral om wat voor mensen gaat dat? Zijn dat bij jou op stal, bijvoorbeeld als je een Stephanie ziet rijden of? Meestal gaat het heel veel met, omdat ik natuurlijk gelijk dat het met mijn auto, die heeft mij helemaal door de los, die gewoon een paar. Het is natuurlijk heel belangrijk dat je voor jezelf even alles ook op een rijtje zet. Kijk, heb je natuurlijk al een pony die heel veel wedstrijden heeft gelopen, of misschien niet eens wedstrijden, maar al heel goed voor elkaar is, heb jij zelf al 10 paarden naar weet ik veel wat voor niveau of heel goed voor elkaar gereden, dan is dat natuurlijk ook anders. Maar je bent zelf natuurlijk Bel en Verona gewend. Heel groot en sterk en klein. En nu heb je en een jong paard die zelf niet eens weet hoe ze moet lopen soms. Omdat het allemaal nog aan het groeien is en alle spieren zijn nog aan het groeien. Dus haar lichaam heeft er overal een beetje moeite mee. Dus dat is voor jou natuurlijk ook best, hoe zeg je dat? Ja, niet zozeer moeilijk, maar lastiger. Het is niet dat jij kan opstappen, zijn rechteroor omdraait en dat hij het doet. Kijk, als we er eentje uit stal pakken die al heel veel kan, dan gaan we opzitten, teugels op maat, we geven benen en die doet het. Maar die hebben we nog niet. Maar die kunnen we wel maken. Dus, weet je, je moet heel goed tegen jezelf zeggen, ik heb zelf nog niet zoveel ervaring met een jong paard. Beleren eigenlijk, hè? Hij is dan wel zadelmak, maar jij moet hem natuurlijk echt trainen en alles leren en alles vertellen. Dus jouw pony weet nog niet heel goed wat er moet gebeuren. En jij moet dat ook allemaal nog natuurlijk een hoop leren. Dus dat je daar samen een soort uit gaat komen. We zijn net terug van de Arkenhoeven, nu zonder de boerontour, want we zijn op weg naar huis. Ik heb les gehad vandaag van Danielle. Het ging supergoed. En ik heb er veel geleerd. Bijvoorbeeld hoe ik moest werken met de overgangen. En om haar beter naar mij te laten luisteren en ik beter naar haar. Dus dat hebben we gedaan. Daarna heb ik haar gewassen en op de trilplaat gezet. En we broodje worst op. Was heel erg lekker. En we zijn nu op weg naar huis. Dan zie ik jullie morgen weer. Juist. Kijk eens voor de springen. Dit zijn hoor. Dat is niet te groot, ja? Nou, recht. Blijf rechtop. Nog geef mee. Ja, mooi tegen. Juist. Dat is beter. Nu iets sluiten. Wachten. Juist, uitstekend. Zo, blijf rechtop, hè? Blijf rechtop. Oh. Zit je nog? Rechtop blijven zitten, niet naar voren kippen. Iets been? Juist, goed gereden. Maak hem recht. Blijf achterover zitten. Juist. Ik heb net op Lonnie gesprongen en het ging echt heel erg goed. Ik ben bij een okser ben ik er een paar keer bijna afgevallen. Ik zat dan half zo. Wow. Soms sprong ze er heel hoog overheen en soms één keer stopte ze. Toen ging ze in het graf verder en sprong ze over een okser heen van 50, 60 centimeter. Oh. Ik ga Blondie maar uitstappen. Ze is er een beetje klaar mee.
Jawel, je bent er wel klaar mee. Hallo? Hallo? Ik denk dat ik iets moet zeggen. Ik krijg ineens een microfoontje in mijn hand geduwd. Ik zal hem even vast doen. Het staat zo stom als ik hem vast heb. Oké, daar gaan we dan. Ik heb gereden met Heya. En ze staat hier onder mij. Aan de andere kant zie je het beter, maar ze is een soort helemaal een soort zeiknat. Want er komt ook allemaal wit schuim vanaf. En ja, lekker gereden wel. Ik heb een beetje wisseltjes geoefend. Dat is wel grappig. De ene kant op gaan ze goed en de andere kant niet. Maar ze is wel lief. Oh, en ik heb straks nog springmes met Verona.